Coronapatiënten zijn zeker niet het enige probleem voor ziekenhuizen. Ze hebben vooral ook last van zieke mensen die klachten hebben die op corona wijzen, maar die nog niet getest zijn. Die moeten in isolatie. Vandaar dat alle verdachten allemaal op een eenpersoonskamer moeten. Hebben we geen eenpersoonskamer, dan zal een verdachte een tweepersoonskamer bezetten of zelfs een vierpersoonskamer. En dat legt dus ons het grootste beslag op onze capaciteit. Goedenavond. En verder in het nieuws vandaag. Veel gemeentes moeten bezuinigen omdat de lokale zorgkosten zo hoog zijn. In Doesburg wordt overal wel op bespaard. Ook de grazende schapen moeten verdwijnen. Daar zijn inwoners boos over. En een professioneel BMX'er heeft deze enorme baan laten bouwen in Ammerzoda. Om een bijzondere reden. De druk op de ziekenhuizen is groot. Het aantal coronapatiënten daar is nog niet op hetzelfde niveau als afgelopen voorjaar. Maar de reguliere zorg is al weken afgeschaald. Tot nu toe kunnen de ziekenhuizen het nog bolwerken, zegt het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. Ja, we kunnen ze nog kwijt. Daarom schalen we ook op, maken we ook extra ruimte voor die patiënten. En zo blijven we bezig en hopen we dat we uiteindelijk in de piek genoeg plek hebben om alle patiënten op te vangen. Nou, de ziekenhuizen stromen niet alleen vol met coronapatiënten, maar ook met mensen die heel ziek zijn en klachten hebben die op corona lijken. Van die mensen staat dus nog niet officieel vast dat ze besmet zijn. Maar juist die patiënten leggen een groot beslag op de capaciteit. Ja, we zijn nu op de vijfde verdieping, op de B5, de AOA eigenlijk. Hier de acute opnameafdeling. Hier leggen we de verdachte patiënten neer. Hier zijn 16 plekken voor verdachte patiënten. Niet alleen hier in Apeldoorn, maar in alle ziekenhuizen liggen zieken. Goedemorgen. Die mogelijk besmet zijn met het COVID-virus. De zuurstof is voor nu het belangrijkste om u te ondersteunen en te zorgen dat het voor u draaglijk is. En dan moeten we eerst de test hebben en dan kunnen we kijken wat voor behandelmogelijkheden we hebben. Met name in ziekenhuizen waar gebrek is aan sneltesten, zoals in Apeldoorn, leggen deze patiënten een groot beslag op de capaciteit. De verdachten moeten we allemaal isoleren, want zouden we die gaan cohorteren en er is 1 positieve en 10 negatieve, dan zijn ze straks alle 11 positief. Dus vandaar dat alle verdachten allemaal op een eenpersoonskamer moeten. Hebben we geen eenpersoonskamer, dan zal een verdachte een tweepersoonskamer bezetten of zelfs een vierpersoonskamer. En dat legt dus ons het grootste beslag op onze capaciteit. Maar de ziekenhuizen benadrukken dat zorg die echt nodig is, ook voor niet-coronapatiënten, altijd gegeven wordt. De mensen die ik behandel voor longkanker, de benadruk ook iedere keer van uw zorg. U wordt gewoon behandeld met de chemotherapie, u wordt behandeld met de immunotherapie. En de operatie voor longkanker wordt niet uitgesteld. Nou, meer over de situatie in de ziekenhuizen straks na het nieuws in een speciale uitzending. Gemeente Doesburg moet flink bezuinigen en dat komt door de hoge kosten voor de zorg die Doesburg al jaren heeft. Veel andere gemeenten hebben daar ook mee te maken. En elke cent telt. Ieder dubbeltje wordt 3 keer omgedraaid. Dus worden ook de grazende schapen in Doesburg geschrapt en dat levert 7000 euro op. Kom maar! Kap, 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 kap! Met maaien alles weg, dus alle schelplekken zijn dan weg. En alle diertjes die dan in het hoge gras leven, die worden gedood. En als je het begraast, dan blijven die leven. En ze hebben meer voeding en meer schelplek. Dus je stimuleert de biodiversiteit enorm. Nou, hierachter hebben de schapen gestaan. En hebben ze prachtig mooi kaal gegeten. En dat kan prima de winter in zo, daar hoeven we niks meer aan te doen. Maar misschien is het na de winter wel voorbij met de schapenbegrazing. En dat terwijl veel inwoners inmiddels groot fan zijn van de wollige beestjes. Oh, is dat het mannetje? Ja. Wij vinden de schapen gewoon echt een onderdeel van het leven in Doesburg. Ze zijn er 2 keer per jaar, 1 keer met lammetjes en het is zo leuk om te zien. En het is gewoon voor de duurzaamheid is het heel erg goed. Ze snappen dan ook niks van het bezuinigingsvoorstel. Het is een beetje krom als je bedenkt dat ze tegelijkertijd met een energietransitie bezig zijn en alles ecologisch willen doen en dan gaan ze stoppen met de schapen. Nou. Dat gebeurt als het woordje geld ter sprake komt. Dan doen dus sommige dingen ineens niet meer toe. Want dan is het toch belangrijk dat er geld in de pot blijft zitten. Ik kan ze alleen meegeven 7000 euro, dat is 600 euro per maand. En daar knip je een heel stuk uit de cirkel weg van de biodiversiteit. En dat zou echt een gemiste kans zijn. Begin november neemt de gemeenteraad een besluit over de schapen. Het duurde door corona wat langer dan verwacht, maar vandaag was het zover. Het Nederlands Watermuseum in Arnhem ontving haar miljoenste bezoeker. En dat was reden voor een feestje. De fles staat al klaar. Het Watermuseum bestaat sinds 2004 en nu is het dan zover. Het museum gaat zijn miljoenste bezoeker ontvangen.
En daar is de directie trots op. Normaal gesproken zou dat een half jaar eerder zijn geweest. Maar we missen door corona ongeveer 20.000 bezoekers. Maar we hebben gezegd van ondanks deze periode die minder feestelijk is, dat we hier toch een feestje van maken. En vandaar met het zonnetje erbij de 1 miljoenste binnen gaan halen. En daar is de miljoenste bezoeker dan. Of eigenlijk, daar zijn ze dan. Want het zijn Sepp en zijn beste vriend Vaas. Samen met de oma en de oom van Sepp. Ze krijgen een warm welkom. Proost. Jongens, jullie zijn de miljoenste bezoeker met z'n tweetjes. Ja, ik had het eigenlijk totaal niet verwacht. De jongens krijgen een museumkaart waarmee ze een jaar lang gratis naar bijna alle musea in Nederland kunnen. Ja, dat vind ik wel tof. De miljoenste bezoeker. Het is een mijlpaal. Maar het Watermuseum kijkt ook vooruit. Het museum wil vernieuwen met nieuwe thema's. Tekort aan drinkwater, droogte in de Achterhoek, klimaat en dat soort onderwerpen gaan we dus meer vorm geven in het museum. En dat betekent voor een heel groot gedeelte een vernieuwing van de inhoud. Sepp en Vaas gaan zich in ieder geval een dagje vermaken in het museum. Is het nou echt de champagne wat er in die glazen zit? Ik hoop het niet. Nou, eigenlijk wil ik het wel, alleen dan wel dat het zonder alcohol is. Ja. Straks nieuws over, jawel, kerst. Dit café in Apeldoorn is tijdelijk omgebouwd tot kerstwinkel. Krijg je het allemaal verkocht voor de kerst? Geen idee. Zien we dan alweer. Het aantal wildaanrijdingen is de laatste jaren flink toegenomen. Blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. 2014 waren het er landelijk nog 6.000. Afgelopen jaar liep dat op tot 10.000. De toename lijkt samen te hangen met de groei van het aantal wilde dieren. De meeste aanrijdingen komen voor op de Veluwe in het oosten van het land. Vooral reeën, dassen en wilde zwijnen worden aangereden. Het blijft spannend voor wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld. Hij staat tweede in het algemeen klassement van de Giro d'Italia. Een van de grootste wielerrondes van het jaar. Het verschil met de nummer 1 is 17 seconden. En vandaag eindigde Kelderman en de nummer 1 allebei met dezelfde tijd. Geen verandering dus in het klassement. Nou, zondag is de laatste etappe. Afwachten dus. BMX'er Twan van Gent heeft in Ammerzoden een Olympische baan nagebouwd. Het gaat om de Olympische baan van de Spelen in Tokio. Zo kan de BMX'er zich daarop voorbereiden. Hij woont hier ook vlakbij. Ja, hier is mijn 24 jaar geleden begonnen. Ik ben op een vierde hier op een fietsje gestapt. Ik heb mijn eerste crashes meegemaakt hier. Maar ook een van mijn eerste overwinningen. Nou, van Gent doet mee aan de Spelen in Tokio en die zijn volgend jaar zomer. Dan de meest recente cijfers van het RIVM over corona. Daar zijn vandaag 850 besmettingen in Gelderland gemeld. Dat is een record. Nog niet eerder werden op één dag zoveel besmettingen aan het RIVM doorgegeven. Het gaat dan alleen om bevestigde gevallen, mensen die een positieve testuitslag hebben gekregen. Door de coronacrisis gaat het met veel bedrijven niet echt goed. En dat is misschien nog zacht uitgedrukt. Maar andere bedrijven hebben er weer helemaal geen last van. Integendeel zelfs. Hier in Putten maakt het bedrijf Dels Blauw aardewerk. Toeristen om dat te kopen, die zijn er niet. Maar de webshop gaat als een gek. We hadden het al in gang gezet een aantal jaren terug. Hè, omdat we ook realiseerden dat dat toch wel een stukje toekomst ging worden. Alleen we hebben het nu versneld en steviger ingezet. Het UWV zegt dat bedrijven in Gelderland snel veranderen door de crisis en dat er op andere plekken in bedrijven nu juist personeel nodig is. Hier merken ze dat ook. Wij zitten qua personeelsbestand nu natuurlijk in een grote onbalans. Hè. Dus aan de retailkant hebben we heel veel mensen die in de winkel staan waar niet veel te doen is. Terwijl we juist voor het online gebeuren juist medewerkers erbij nodig hebben. Nou, hoe totaal anders is dat in de horeca? Die sector ligt helemaal stil door de coronaregels. Café-eigenaren proberen van alles om nog aan wat geld te komen. Een bruine kroeg in Apeldoorn is een kerstwinkel geworden. De muziek is het enige dat nog aan de kroeg van een paar weken geleden herinnert. Voor de rest zijn het alleen nog maar kerstaccessoires. Het staat helemaal rampvol, ja. Ja, gezellig, hè? Het is een beetje uit de hand gelopen. Het bestemmingsplan stond toe dat het bruine café kon transformeren naar een winkel vol tierenlantijnen. En dat grepen Joyce en Barry aan, want ze wilden niet stilzitten. We hadden natuurlijk al verwacht dat we dicht moesten. Toen zeiden we tegen elkaar, het zou wel langer duren als die 4 weken, tot aan de kerst. Toen kwam het idee van een kerstwinkel. Dus ja, dat hebben we maar gedaan.
Ze vonden op een veiling een grote partij kerstspullen en toen kon de makeover beginnen. Sinds een paar dagen zijn ze open en het begint redelijk te lopen. De vaste cafégangers doen hun voormalige kroeg ook nog wel eens aan, maar de meesten moeten nog een beetje wennen. De ene die zegt die vindt het geweldig en de andere zegt oh jullie zijn echt helemaal knettergek. Toch halen ze wel iedere keer weer wat. En ook Barry moet nog een beetje zijn draai vinden tussen de kerstspullen. Helaas is het nu een kerstmarkt. Helaas. Ik ben blij als ze straks de biatballen weer gaan rollen. Het is leuk voor even, maar we blijven toch een café. Nou, op kerst moeten we nog even wachten. We krijgen eerst de herfst nog. En die is redelijk begonnen, zien we op deze foto van Leonie Vriezen uit Aalten. We gaan naar het weerbericht. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als we vandaag de afgelopen dagen hadden. Wolken en af en toe schijnt de zon. Het kan zijn dat er een klein beetje regen naar beneden komt. En het wordt 17 graden. De komende dagen gewoon nog dat herfstachtige weer. Van het weekend ook nog weinig verandering. En dan blijft er af en toe kans op een bui. Dit was het Gelders nieuws van woensdag 21 oktober. Blijf het nieuws uit de provincie volgen via onze app en op de site gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.